Zo'n stroopwafel eten. Doe je dat het liefst met A, je eigen vrouw? B. Ja, zie je nou? Even bellen met Peter. Peter Heerschop, goedemorgen. Hallo. 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 Ja. Zeg, ik hoorde wat over een run. Ja, dat klopt. Ja. 16 maart in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan wij geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. Ja. Zoeken jullie iemand die. Want ik ben heel goed in startschot. Oh. Oh. Nou, daar hebben we nog niemand voor. Dus, dat is nog een lege plek. Dan wil ik me daarvoor aanmelden. Dus ik weet niet hoeveel vragen daarvoor komen. Ik denk dat heel veel mensen het startschot willen geven. Ja, maar dat hebben we dan nu. Is het niet leuk dat we meerdere startschoten doen? Nee. Eens. Nee, ik wil dat we. Nou ja, hoe dan ook. Ik moet daar wel bij zijn, natuurlijk. Voor zo'n doel. Het zou ontzettend leuk zijn, Peter, als we je die dag mogen ontvangen in het Olympisch Stadion. Nou, dus ik ben er hoe dan ook bij. Kijk. Zeker. Maar laten we dan nu toch eventjes het afgelopen weekend doornemen. Ja, oh ja. Want er zijn wel wat dingen gebeurd. Oh, zeker. Ik las dat de dief van een viool van 30.000 euro... die is afgelopen vrijdag door de politie gepakt. Mm. Oh. Die peperdure viool die was eind oktober uit een trein gestolen... maar de opgepakte dader, André R. uit Maastricht... blijft beweren dat het zijn viool is. Nou, dan iets over Amsterdamse gekte. Het kan ook niet raarder in Amsterdam. In de Kalverstraat staan toeristen in lange rijen te wachten... om een stroopwafel van 13 euro te kopen. Een stroopwafel van 13 euro, dat is bijna even duur als een muffin op Schiphol. Wie koopt er nou een stroopwafel van 13 euro? En als je voor die stroopwafel uit de Kalverstraat ook nog je auto moet parkeren... zit je gelijk al op 25 euro voor een stroopwafel. Ja, ik wil niet beginnen over vroeger of weet ik veel, maar... je kan ook een heel pak stroopwafels kopen voor 3 euro. Zitten er 10 in, een beetje warm maken, ook heerlijk. En stroopwafelkruimels, ik weet niet, ik kocht die altijd, hè. Kost nu misschien een euro. Ja, man, zo'n hele zak kruimels met extra stroop erin. Eurotje. Ja, zeggen ze, die stroopwafel van 13 euro, het gaat om de beleving. Je kan op de Veluwe met een stoomtrein op en neer voor 20 euro. In Schotland op het traject van Harry Potter betaal je voor 3 kwartier 120 euro. Maar het is de beleving. Nou, dan slaat het toch nergens op. Als het om beleving gaat, dan gaat het niet om de stroopwafel... of over de plek waar je hem eet... maar dan gaat het over met wie je de stroopwafel eet. Juist. Vraag je voor Rick en Niels. Zo'n stroopwafel eten. Doe je dat het liefst met A, je eigen vrouw? B, zie je nou? De beleving is toch vaak met wie je bent? Ja, ik zou kunnen begrijpen dat een stroopwafel 13 euro kost... maar dan moet het wel eentje zijn met een doorsnee van 75 centimeter. Wat een gelul, zeg. Nou ja, door de auto-obesitaswet in Frankrijk... kost het parkeren van een SUV in Parijs voortaan... bijna 1,5 Amsterdamse stroopwafel per uur. Dat is 18 euro. Ik wil niet oud klinken, maar dat is 110 Franse francs. Nou, dan de sport. Dit weekend weer allemaal wereldtitels voor Nederlanders. Bijvoorbeeld Sven van Empel, veldrijder bij de vrouwen. Mathieu van der Poel, wereldkampioen veldrijder bij de mannen. Maar dan gaat het mij om die gluiperige anti-oranje mannen... van het Internationaal Olympisch Comité. Waarom is veldrijden geen Olympische sport? Ja. Omdat Nederlanders altijd winnen. Ga maar, korfbal, geen Olympische sport... Formule 1, geen Olympische sport. Ja, dat zijn allemaal zeker in Nederlandse Olympische gouden plakken. Het windsurfen, winnen we al 3 spelen achter elkaar het goud. Wat doen ze? Ze schrappen het surfen af en maken er foilen van. Wij worden genaaid door het IOC. Femke Bol is al belachelijk snel op de 400 meter. Net boven de eigen wereldrecord gelopen dit weekend. 200 meter, nieuw Nederlands record. Ik kan je nu al zeggen... de kans is groot dat de 200 en 400 meter binnenkort niet meer Olympisch zijn. Wat een schofte, zeg. Nederlanders die gebruiken hun telefoon steeds langer voor een andere kopen. Ik begreep van Rick dat hij pas 3 weken geleden zijn oude telefoon heeft weggedaan... omdat hij het vervelend vond dat hij in de gang zat vastgeschroefd... en dat hij de horens te zwaar vond. Nou, dan het dierennieuws. Dierennieuws. Ja, er is hoop. Er is hoop voor de noordelijke witte neushoorn. Want bij een verwante soort, de zuidelijke witte neushoorn... is een IVF-poging geslaagd. Nou, dan kan dus een IVF-zwangerschap voor neushoorns mogelijk zijn. Maar let op, er zijn nog maar 2 noordelijke witte neushoorns over. En het zijn allebei vrouwtjes. Hmm. Ja, maar er zijn ook geen noordelijke mannetjes meer. Dus die 2 vrouwen en die 2 vrouwen kunnen door gezondheidsproblemen niet zwanger worden. Nou, dat kan dus nu wel.
volg me nog, een embryo geïmplanteerd worden in de zuidelijke neushoorn. Maar er zijn geen mannetjes. Dan wordt het toch nooit een echte noordelijke neushoorn? Nee. Ja, dan kun je wat mij betreft alles kruisen. Een olifant met een neushoorn, een olieneus of een neusvantje. Ja, maak dan ook een jachtneuspaard of een blauwe neusvis. Of kruis dan, als de neushoorn het durft met een RTL-presentator Matthijs van Neuskerk. Ja, je kunt de witte neushoorn dan ook met Gordon kruisen. Dan begin je al met een witte neus. Nou, hoe dan ook. Ik wens jullie een mooie dag. En tot volgende week. Tot volgende week.